Van Akker. Goeie opening voor Rafael Leconte. Brouwers er doorheen. Brouwers er doorheen. Brouwers er doorheen. En het is 1-0 voor Roeselaar. En dan een hele mooie aanval van de thuisploeg. Davy Brouwers maakt zijn tweede doelpunt in evenveel wedstrijden. En net voor de rust opent Roeselaar dan toch te scoren. Doorsteekballetje van Brouwers. Samijn. Samijn. En daar is al de 2-0. 2,5 minuut zijn we bezig na de rust. En legt Emile Samijn met zijn allereerste goal voor de eerste ploeg deze wedstrijd al in een vroege definitieve plooi. Zo te zien wel. Een beetje geluk was erbij gemoeid, want nog een verdediger ertussen, waardoor die bal perfect voor de voet van Samijn terechtkomt. Oei, Schuurmans, wat doet hij daar? Kijk eens, Samijn, dit moet 3-0 zijn. Oh, Kine haalt de bal uit zijn voeten. Uitstekende actie. Oh, Kine met een ultieme tussenkomst. Hier is Samijn. Ankine komt. Dat had hij niet hoeven te doen. Dufour probeert te lobben. En dan Van Akker met de 3-0 en de doodsteek voor Heverlee Leuven. Op de counter. En na een paar keer proberen lukt het. En dit heeft Heverlee Leuven over zichzelf afgeroepen door dat balverlies. En door het onoordeelkundig uitkomen van Laurent Ankine. Maletic verlengt. En daar is Liber met de goal voor de Leuvenaars. Officiële partner van de Proximus League. Unibet. Van spelers voor spelers.